Meneer Wertes, ik ben zo trots op u. Ja, ik had u wel herkend. Het boek speelt in de oorlogsjaren, zoals in het jaartal natuurlijk duidelijk blijkt. Pastoraal is een beetje misleidend, want dan denk je aan idyllische toestanden. Dat komt er bepaald niet in voor, eerder het tegenovergestelde. De hoofdpersoon is Schultz, of Schultz, een leraar Duits die zijn Duitse afkomst wil wegwerken. Natuurlijk ook al onder de invloed van de Duitse bezetting. Hij is betrokken geraakt bij het verzet, speelt daarin een bescheiden rol. Hij verzamelt gegevens over bunkers en bruggen en dergelijke. Voor een eventuele invasie van de geallieerden zou dat dus later van belang kunnen zijn. En hij zorgt voor onderduikadressen. Zo heeft hij ook zijn vriend Cohen aan een adres geholpen, een boerderij in de buurt. Het verhaal speelt ergens in de Betuwe, van de rand van de Betuwe. Op die boerderij vinden eigenlijk de meest dramatische gebeurtenissen plaats. De onderduikers worden namelijk verraden. De verzetsbeweging komt dan in actie om dat verraad te wreken. De eventuele dader, het blijkt achteraf niet de dader te zijn, maar de eventuele verrader wordt geliquideerd en Schultz duikt onder. Korte tijd daarna wordt hij onverwacht gearresteerd. Hij denkt er natuurlijk dat verband houdt met het liquideren, het uit de weg ruimen van die verrader. Maar aan het slot van het boek blijkt dat helemaal niet het geval. Zijn broer is tussen beiden gekomen. Zijn broer dient bij de SS en heeft een goed woordje voor hem gedaan. Een beetje een anticlimax aan het slot, zou je kunnen zeggen. Ik zou dat geen verzetsboek willen noemen, want het komt niet echt uit laten we zeggen, uit de boezem van het verzet voort, maar van iemand die het verzet heeft geobserveerd, als het ware. En die daarvan zijn indrukken weergeeft. Er is geen betrokkenheid. En ik vond in de tijd
Misschien ben ik de laatste jaren wat milder geworden in dat opzicht. Maar in de tijd vond ik dat het maar een heel naar geestig beeld van het verzet gaf. Het verzet was een zaak van mensen. En overal waar mensen zijn, daar zijn deugden en ondeugden. En sterke en zwakke kanten. Maar ik vind dat in dit boek Feestdijk toch eigenlijk wel erg de zwakke menselijke kant van de zaak heeft laten zien. Hij behoorde tot degene die, laten we zeggen, het wel eens waren met de Koude Oorlog. Hij was zeer antisocialistisch en sprak dat ook heel duidelijk uit. En in mijn geval hoorde ik bij de slachtoffers van de Koude Oorlog. Zo zal ik dat dan maar noemen. En wij hebben daar dus eigenlijk nooit meer over gepraat. Ofschoon hij heeft nog een ander boek over de oorlog geschreven, Bevrijdingsfeest. En dat heeft hij aan mij opgedragen en dat vond ik eigenlijk maar een pijnlijke zaak. Want zijn hele visie op die oorlogsjaren, dat ligt mij niet. Ja, nou is de Vries natuurlijk een rechtlijnig denkend mens, een eerlijk rechtlijnig denkend mens. En die ziet het zo, met dit boek is geen recht gedaan aan veel eerlijk, oprecht, toch ook wel heldhaftig gedrag dat er geweest is. Dat kun je niet ontkennen. He, mensen hebben dingen gedaan waarvan ze later ook niet meer begrepen dat ze het ooit durfden. Je wordt er bovenuit getild. Enfin, dat zegt Feestdijk zelf ook ergens. Sommige mensen werden helden. Anderen werden dus misdadigers en andere grote kinderen. Feestdijk spreekt in het boek Pastorale 1943... als hij het over het verzet heeft, over tijdens de oorlog werden sommige mensen helden, sommige mensen werden schurken, maar een groot aantal mensen werden grote kinderen. En eigenlijk hanteert hij dat als de optiek op het verzet, het werk van grote kinderen. Is dat helemaal bezijden de waarheid? Nou, helemaal bezijden de waarheid is het zeker niet. In die zin dat aan het verzet ook allerlei mensen hebben deelgenomen die, ja, die eigenlijk niet helemaal, laten we dan zeggen, vanuit een politieke hoek deze zaak hebben benaderd. Ik noem dat nou maar zo. Je kunt ook zeggen uit een patriotische of uit een vaderlandse hoek. Maar met grote bewustheid. De strijd tegen de Duitsers hebben gekozen. Dat waren ze lang niet allemaal. Er zijn ook mensen geweest die gewoon voor het avontuur in verzet zijn geweest. Die heb ik ook gekend. Die ken ik nog. De echt mensen die met grote bewustheid voor het verzet hebben gekozen. En dat is eigenlijk maar een handjevol geweest. En ik denk dat veel Nederlanders zich hebben gedragen als grote kinderen. Behalve voor de auto heb ik dit keer ook voor de uniformen gezorgd. Dus iedereen doet nou precies wat ik zeg, anders wordt het weer zo'n schetsvertoning. En jullie houden je mond, wat er ook gebeurt. We zijn Duitsers, nietwaar? We zijn op zoek naar de bunker en alleen schuld spreekt voldoende Duits om voor Duitsers te kunnen doorgaan. Maar ieder kind weet toch die bunker te liggen? We hoeven het toch helemaal niet te pakken? Wij zijn Duitsers. Alle goede vaderlanders hebben ons de verkeerde kant op gestuurd. We zagen zijn etalage met nazi-reclame en dus zijn we hem de weg gaan vragen. Hoe kan je hem nou als NSB'er de weg vragen als er geen NSB-reclame is? Bitte, kann einer von der Herrschaften uns den Weg zeigen? Jawohl, bitteschön, wohin ist es? Also, kommen Sie mit. Na jo, gaan wir mal. Irgendwo hier in der Nähe steht ein Bunker, der wie eine Villa angestrichen ist. Jawohl, aber das ist ja keine echte Bunker, das ist nur so ein... Wir wissen Bescheid. Hilfe! 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 Niet schieten, godverdomme, je kan me even ontraken. Doe die revolver weg. Niet schieten, niet schieten. Van je bek! Ik heb er niet aan. Schultz!
Als hij schreeuwt, sla hij bewusteloos. Vandaar, ik heb hem. Hammer! Hou hem vast! Nou, dan ben ik lelijk ingelopen, heer. Ik zweer u dat in een vergissing. Ach, kom. U bent toch Henry Poerstamper, nietwaar? Ja, meneer, ja. U bent daardoor veroordeeld. Het vonnis zal worden voltrokken met de kogel. Hebt u nog wat te zeggen? Maak het dan niet te lang. Letten jullie op de weg? Ja, maar ik ben onschuldig. Ik heb de schijn tegen me. Onschuldig? Waaraan? Nou, aan die historie met die boerderij. Wat weet u dat goed? Stella! Wij houden u voor schuldig. U hebt 1 minuut om u voor te bereiden. Ja, maar ik ben onschuldig. Ik heb het willen verraden. Maar ik heb het niet gedaan. Zo zweer ik God almachtig. Ja, als u meent die 1 minuut aan praatjes te moeten besteden, dan gaat u uw gang maar. 1 minuut is wel erg weinig, heren. We hebben geen Bijbel bij ons, maar geestelijk... Begin daar in godsnaam niet weer over. Ja, maar ik ben onschuldig. Iemand anders heeft dat gedaan. Bij de Duitse politie weten ze wie het is. Ik zou het u vertellen als u komt. Gaat u... Naar de Duitse politie. Haag, kom nou toch. Poerstamper Henry, bereid u voor op de dood. Ja, maar... Onze vader... Ik ben onschuldig, denk je aan mijn kinderen, hè? Dus houd je bek! Au! Wat heb je met mijn zoon gedaan? Hiver! Ik geloof zeker dat de executie van Poerstamper, die verrader die ik genoemd heb... Een van de zwakste momenten in het boek is. Vestek heeft zich te weinig gerealiseerd dat wat voor een probleem hij hier aan de orde stelt. Een probleem dat waarmee in de verzetsbeweging op alle mogelijke manieren is gedacht en is, waar men mee klaar is gekomen. Alleen nauwelijks op de manier zoals hij het voorstelt. Het is ten alle tijden, kun je haast wel zeggen, een afweger geweest van wel doen, niet doen. En dat daarbij overwegingen van persoonlijke wraakgevoelens de doorslag zouden hebben gegeven. Het is onverantwoordelijk en eigenlijk niet goed denkbaar. Het is niet een held geweest, het is niet een lafaard geweest, het is een gewoon Nederlander geweest. Hij heeft ook zijn verdiensten gehad, hij heeft ook Joodse onderduikers in huis gehad. Laat ik meteen maar even zeggen wat men hem het meest kwalijk heeft genomen. Hij heeft zich opgegeven voor de cultuurkamer. Dat heeft hij gedaan toen hij in gevangenschap zat. Gewoon geprobeerd om eruit te komen. Zo vreselijk erg is dat niet. Hij heeft daar niemand mee benadeeld. Hij nam niet actief dienst bij de vijand, zoals het ook wel gebeurde. Dienst nemen bij de SS, ik noem maar eens iets. Hij heeft gewoon een papiertje ondertekend. Hij heeft er verder ook geen enkel voordeel van gehad. Hij heeft na die tijd ook geen boeken in Nederland laten verschijnen. Op grond van zijn lidmaatschap van de cultuurkamer. Nee, ik geloof niet dat een belangrijk aspect is. Als er bij mij in de winkel een Duitser komt, dan behandel ik hem goed. Dan donder ik hem niet de deur uit, direct. Maar ik antwoord hem ook nog in Duits. En als hij verzoenlijk blijft, als hij net meis... Als net mens zaken wil doen, dan doe ik als net mens zaken. Maar zo gauw als iets kapsonen zet, zo gauw als ik merk dat die typische Duitse sfeer op zijn lijf vet, dan zolder ik hem de straat op en dan is er geen pardon voor. De hongerwinter was hier misschien niet zo erg, zeker niet zo erg in de grote steden, maar was er ook wel erg kwellend. En... Ik herinner bijvoorbeeld dat er als mensen uit Den Haag kwamen, kennis of familie, die dan dachten dat ze hier ook een heleboel konden fourageren, maar dat viel er heel erg tegen. Je moest er ook, vooral zelf moest je erop uitgaan naar boeren die nog aardappelen hadden of appelen of wat dan ook. En nog erger was eigenlijk de kwestie van de verwarming. Want als je een eten had, aardappel of wat dan ook, dan moest dat toch gekookt worden. En dat was verschrikkelijk moeilijk. Je had een noodkacheltje, dat was een heel bekend begrip uit die tijd. Het noodkacheltje, dat was een onding. Maar bovendien was het hout vochtig. Ik heb zelf veel hout gespokkeld in de bossen toen. Ja, een wagentje, gewoon met 1 wiel of 1,5 wiel, ik weet niet precies, maar dat was wel heel erg. En dat hout, dat was vochtig. En je had natuurlijk geen tijd om dat te laten drogen. Dat gaf dan werkelijk aanleiding tot vreselijke scènes bij de huisvrouw. Dat noodkacheltje en het weigeren van het noodkacheltje veel erger vond dan eigenlijk dan de hele oorlog. Maar goed, de reactie van de meeste Nederlanders op de bezetting verschilde na het einde van de oorlog nogal van de afstandelijke, bijna onverschillige manier waarop Vestdijk op de oorlog reageerde. Soms riep dat ergernis op. Weinig te beleven. Ja, Vestdijk was
bijzonder geïnteresseerd in het doen en laten en de psychologie van het individu, van de enkeling. Hij hield zich niet zo erg veel bezig met sociale vragen. Hij zag die enkelingen ook niet in hun maatschappelijke context, zo zal ik het maar noemen. Maar hij beschouwde ze allemaal als een eenmalig gebeuren, een eenmalig verschijnsel. En hij onderzocht dus iedere keer wat voor individu heb ik hier voor mij, wat voor mens moet ik hier tekenen en zo. Dat kun je in zijn werk dus heel duidelijk zien. Hij interesseert zich voor het afzonderlijke geval, voor het afzonderlijke menselijk geval. Liefst een interessant geval natuurlijk, El Greco of een Pilatus of een Griekse god of iets dergelijks. Maar dan laat hij eigenlijk de rest van de samenhang, zou ik het dan noemen, die laat hij eigenlijk min of meer in de schaduw. De grote generatie waar hij het meeste aan gehad heeft en waar hij zich het meest aan verwant voelde, dat was toch, die waren er al lang niet meer. En bij de meeste jongere schrijvers ging het engagement een grote rol spelen. En dat was er bij mijn man niet. Wou hij ook beslist niet. Hij vond dat engagement afbreuk deed aan de romankunst. Was er niet een soort laar pour laar dan? Voor hem was schrijven gewoon het métier. En hij kon niet anders. Het was zijn werkelijke vak. Uiterste seconde. Van Vestdijk moeten we geen scherpe stellingname verwachten ten opzichte van maatschappelijke verhoudingen, onderdrukking, armoede en sociale onrechtvaardigheid. Hij hield zich in de eerste plaats bezig met het schrijven als vak, met de vormgeving van zijn gedichten, met de structuur van zijn romans en de karakters van de hoofdpersonen. Zijn interesse richtte zich meer op filosofische onderwerpen, op wat hij vond dat de grote vragen in het bestaan zijn, over wat de zin is van het leven en de zin van de dood. Doodgaan is niet de aangrijpende gedachte dat zij voortaan alleen die paden gaan. Want niemand is alleen die af kan wachten. En niemand treurt die wandelt langs de straat. Maar dat dit alles was. Een werkelijkheid die duren zal tot de uiterste seconde. Dit is de ware wedloop met de tijd. De halsband los en zij met de twee honden. Hoe Vestdijk over het gekrakeel rond de oorlog dacht, over de grote woorden en grote monden van zowel Duitse als Nederlandse zijde, vinden we terug in de cynische opvattingen van de broer van Schultz, die geen goed woord over heeft voor het verzet in Holland, maar die ook beseft dat de oorlog voor de Duitsers eigenlijk al verloren is. Das der Mann? Na ja, dann scheint mir die Sache erledigt. Herr Schulz, ich überlasse Ihnen Ihren Bruder. Dus jij wist dat ik in Scheveningen zat? Moeder heeft me je brief laten lezen. Ik ben met verlof omdat ik tot Obersturmbannführer ben benoemd. Voor een paar dagen moet ik weer weg. Zonder mij had het je aardig kunnen opbreken. Ik dacht waarachtig even dat je in de zogenaamde illegaliteit terecht was gekomen. Leek me net iets voor jou. Oh ja? Nogal alarmerend, die brief van moeder. Ik was wat overspannen geraakt in de cel. Hier staat dat je op school hebt gezegd dat het je spijt dat je die rottige Duitse taalles moet geven. Wat heeft het nou voor zin?
droomkoninkje. Teken je nog steeds een man? Misschien zou het verder wel aardig wezen als je wat volwassener werd met vrouwen. Dat type hiernaast, dat is toch een zielig geval. Niet goed bij de hoofd. Tegen zoiets ga je toch niet vertellen dat je impotent bent zolang Nederland bezet blijft. Kijk nou in het vervolg een beetje uit. Hè? Ze weten hier alles van je, dat heb je gemerkt. Kom. Waar is u geschikt in de gevangenis? Heel geschikt. Stuur meestal niet de beste mensen naar Holland, maar Scheveningen heeft aardig personeel. Oh ja. Hoe is het met moeder? Vrij goed. Erg geschrokken van je briefje. Mag je wel geluk wensen met je ridderorde? Je promotie. Oh. Die ridderorde kan me niet schelen. Ik vecht voor een plezier. Het liefst voor een verloren zaak. Dat je tegen ons bent, moet je zelf weten. Als je maar niet meedoet aan die poppenkast van het verzet. Ik heb in Rusland partisanen genoeg gezien. En die deden tenminste nog wat. Maak je niet ongerust. Ik heb mijn lesje gehad. Holland moest wakker geschud. Net als jij. Ze zijn zulke slappelingen. Toen we nog wonnen, zat er niemand bij het verzet. En nou al verliezen, hoort plotseling iedereen erbij. Dus jij gelooft niet aan een Duitse overwinning? Nee. Zou je iets voor een vriend van mij kunnen doen? Het is een Jood. Leraar Duits, net als ik. Hij pakt als onderduiker verder niks op zijn kerfstok. Ik heb je geholpen, omdat je mijn broer bent. Simon Vestdijk noemt zijn roman, die midden in de oorlog speelt, Pastorale. Dat is de naam van een landelijk, zorgeloos herderslied. Dat geeft te denken. Het is een titel die eigenlijk niet past. Waar je een beetje stekelig van werd als je de oorlog pas achter de rug had. Want in dit boek neemt Vestdijk bijna als enige in een tijd waarin verzetsmensen als heiligen werden geëerd, stelling tegen die kritiekloze bewondering. Niet alle Duitsers waren barbaren. Niet alle verzetsmensen waren helden.